Meneer Van Rees, aardig een mooi kunstwerk bij dat nieuwe haventje, nietwaar? Ja, er komt een heel mooi kunstwerk. Ja, er wordt ontwikkeld door 3 kunstenaars op dit moment en die maken een voorstel. Dat gaan we presenteren aan de bevolking en dan gaan we de bevolking een keuze laten maken. En dan is het de bedoeling dat daar een keuze uitkomt van het kunstwerk wat we bij de haven gaan neerzetten. Gaat 100.000 euro kosten, hè? Ja. En gaan we dat in Almelo zelf opbrengen? Ja, er wordt heel erg moeilijk gedaan over 100.000 euro voor kunst. En dat vind ik heel erg jammer. Want het is nog veel minder dan een promiel van al het geld dat we daar in het gebied investeren. En vroeger was er zo'n 1% regeling. En als we 1% van het bedrag hadden moeten investeren, waren we nog veel hoger uitgekomen. Dus ik vind het heel erg jammer dat het zo op het bedrag wordt getoetst. En dat is jammer, want kunst krijgt al zo weinig aandacht. En dan hebben we een keer geld voor kunst en dan krijgt het op een negatieve manier aandacht. En dat vind ik jammer. En dat wordt best wel een heel erg leuk traject, denk ik. Want de kunstenaars zijn echt heel verschillend. Echt hele verschillende onderwerpen en de manier van kunst maken. Dus ik denk ook dat er echt wat te kiezen is. En wanneer zal die keuze dan bekend worden? De planning is om dat begin volgend jaar te doen. Want eigenlijk met de opening van de haven volgend jaar, eind volgend jaar, moet het klaar zijn. Er staat hier bijvoorbeeld een hele mooie kubus, hè, op dat straatje hier een beetje verderop. Wat gaat daarmee gebeuren dan? Nou, u bedoelt dat zeggen dat hij daar niet meer staat. Ja, hij is omgewaaid, want hij zat met 1 schroef vast. En dat is een hele grote stalen kubus. En omdat hij dus omgevallen was en daardoor ook gevaarlijk werd, is hij weggehaald. En er wordt op dit moment met de kunstenaar overlegd van hoe dat probleem opgelost gaat worden. Want het terugzetten weer met 1 schroef en nog een keer omlaten waaien lijkt ook niet zinvol. Dus daar wordt op dit moment naar gekeken hoe we dat gaan oplossen. Onze trots, de Manskabbergtunnel, die ligt er toch wel een beetje verlopen bij, hè? En al zo lang, meneer Van Rees. Ja, en dat komt omdat we met vrijwilligers en een kunstenaar restaureren wij die panelen. En daar is heel erg weinig geld voor beschikbaar, heb je het weer geld. En dat duurt daardoor dus langer. Volgens mij is de planning dat het eind 2019 alles klaar is. Dat is nog een jaartje. Het is zo jammer, hè? Want er komen zelfs speciaal mensen voor naar Almelo toe om dat ding te zien. Ja, dat heb ik begrepen. En dus ze doen het zo goed als ze kunnen en zo snel als ze kunnen. Maar gelet op de middelen gaat het dus blijkbaar niet sneller.